jou hoor met een heerlijke kakeltje versus. Oh, hey, een hele schone dit, is dit. Jij bent gek op raadseltjes, heb ik laatst gehoord. Ik hou daarvan. Dus jij kent natuurlijk die karateboy wel, die Bruce Lee. Ja. Bruce Lee, die had een vegetarische broer. Weet je hoe die heet, hè? Ik heb geen idee. Broccoli. Zit in een nieuwe show. Hallo allemaal. Eddie Keur op NPO Radio 2. Voor 25 oktober 2023. Lekker twee uurtjes op het apparaat, mensen. Ja, heb je me een beetje gemist de afgelopen maanden? Wat zit er in de show, vraag je? Wij gaan bellen, mensen, wel even leuk. Met, met dierendokter Martin. Ja. He, want het gaat even om de egeltjes. Daar gaat het helemaal niet goed mee. Maar je weet dat die gek op de lovemaking zijn, hè? Egeltjes. Egels? Weet je hoe die seks hebben? Nee, wist ik. Heel voorzichtig. Jij zei toen je binnenkwam dat ik iets een beetje wat treurigs over me heen had. Somber keek je een beetje. Ik ben een beetje treurig, mensen. Ja, het is, ik vind het lullig om nou gelijk het leed te delen. Maar dat is ook DJ zijn bij Pound en NPO Radio 2. Dat je ook iets over jezelf vertelt. Een stukje persoonlijkheid. Een beetje persoonlijkheid erin. Want vrij onverwacht eigenlijk van de week, de dag voor mijn verjaardag, is plotsklaps mijn schoonmoeder overleden. Och. Ja. Dus, daar ben je kapot van. Daar ben ik kapot van. Ze is zomaar plotseling overleden. Wat had ze? Wat had ze? Ja. Nou, een paar 100 euro en een paar ringen.